vanavond. In onze serie Hitlers Helpers is vandaag de loopjongen bij uitstek aan de beurt, Joachim von Ribbentrop. Hij kocht zijn naam, hij trouwde met zijn fortuin en hij blufte zich in carrière. Zo omschreef Goebbels hem. Je moet maar naar zijn hoofd kijken om te zien dat hij geen hersens heeft, zei Mussolini. En zo dacht eigenlijk iedereen over von Ribbentrop. De wijnboer was geen hoogvlieger. Von Ribbentrop had zich pas laat aangesloten bij de nazi-partij, maar hij was razendsnel opgeklommen. Hij was namelijk hondstrouw aan zijn Führer. Hij mocht eerst speciaal gezant zijn, later ambassadeur en uiteindelijk minister van Buitenlandse Zaken. In die functies reisde hij Europa rond en bezocht hij Rusland om te onderhandelen met de groten der aarde. Maar hij voerde eigenlijk alleen uit wat Hitler hem opdroeg, want von Ribbentrop zelf had geen visie. Maar de man liet zich graag paaien met een ronkende titel. Want meer dan in wat ook was hij geïnteresseerd in status en aanzien. Weinig nazi's zijn zo vaak gefotografeerd en gefilmd als hij. En dat leverde veel materiaal op voor zijn historie. Het verhaal van Joachim von Ribbentrop. Man hatte das Gefühl, dass er sehr herrisch und überheblich war. Völlig unberechenbar, von einem Punkt zum anderen sprang. Und dass man immer das Gefühl hatte, man ist ein kleines Würstchen. Und es ist eine große Gnade, dass ein solcher Mann überhaupt das Wort an einen richtet. I think he was more an errand boy than a policy maker. But he carried out some pretty terrible errands. I mean, he had ideas of his own, but they, which were very much those which he thought were Hitler's. Die Mächte des weltpolitischen Dreiecks aber werden aus ihrem harten und unerbittlichen Kampf gegen den Kommunismus in immer tieferer Freundschaft einander verbunden und somit Gestalter und Garanten einer neuen und gerechteren Zukunft. Er passte sich sehr gut an die Menschen an, die um ihn herum waren und hat geschmeichelt. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass keiner ihn eigentlich sehr mochte. Er hatte eine Acht, die nicht sehr sympathisch war. Ich bin dann im Jahre 1910 nach Kanada. Ursprünglich sollte ich in die deutschen Kolonien, aber dann ging ich nach Amerika. Ich wollte die Welt sehen. Ribbentrop wil de wereld zien. Hij is een jongen van 17 wanneer hij als immigrant in Canada arriveert. Hij vindt er onder andere werk bij de bruggenbouw, een sympathieke jonge Duitser. I only remember what my mother and father told me. And they seemed to think that he was a very attractive man. And they enjoyed being with him. And he went to a lot of the parties that they went to. And they thought he was just great. He was invited to, I believe, to many parties. And they thought he would, I think he may have been somewhat of a ladies' man. I don't know. Zijn eerste carrière maakt hij in de Canadese high society. Als gewiekst zakenman weet hij overal contacten te leggen. Overal is good old Rib van de partij. Er wordt gefluisterd dat hij een agent van de Duitse keizer is. When my father and mother discovered that he had been written up in the papers as being a spy. And they said they just couldn't believe it, that, you know, good old Rib was a spy. Because he'd been a friend. Nog één schitterend feest en hij vertrekt. De oorlog in Europa roept hem terug. Hij dient als huzaar en schopte tot eerste luitenant. Hij wordt onderscheiden met het IJzeren Kruis.
De oorlog is verloren, de vrede een trauma. Ribbentrop, de patriot, is ontgoocheld. Hij gaat weer in zaken en dweilt de parties af. Zu der Zeit wurde er immer als Ribbensnob genannt. Und dann hat alles so etwas gekichert. Denn er war ein Snob. Er wurde gerne mit Prinzlingen und der höheren, besseren Berliner Gesellschaft gesehen. Und dann hat er Glück gehabt, eine reiche Frau zu heiraten. Anneliese Henkel heet de bruid. Sie ist die Tochter von einem Champagnebaron. Er wollte weiterkommen und wollte so viele Menschen wie möglich kennenlernen, auch wahrscheinlich um ihm in seinem Sektverkaufen zu helfen. Desto mehr Menschen er kannte und je reicher sie waren, desto besser für ihn. Ein elegant eingerichtetes Haus, soweit ich mich erinnere, sehr moderne Kunst und, was mich auch interessierte, eine ganze Masse Herren der Gesellschaft, die jüdische Vorfahren hatten. Das lassen wir aufhören, sonst nichts. Het decor voor de champagneparties is de doodzieke Weimar Republiek. Wie zal hier het heft in handen nemen? Iemand muss in Deutschland komen en muss sagen: den Frieden wollen wir. Aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entehrung ertragen wir nicht. Ribbentrop kiest uiteindelijk voor Hitler. En Hitler? Ribbentrop hatte für Hitler eine Bedeutung, da er aus sogenannten besseren Hause kam. Und Hitler hatte ja nicht so viele Leute um sich, die gebildet waren oder aus gutem Hause kamen. In Ribbentrops Villa beslechten Hitlers Handlangers het Lot van de Republiek. Mevrouw von Ribbentrop houdt een dagboek bij. In januari 1933 noteert ze: Zondag 22 januari, 10 uur 's avonds. Samenkomst bij ons thuis in Dalem. Hitler, Frick, Göring, Körner, Meissner, de zoon van Hindenburg, Pape Joachim. Pape wil nu het kanselierschap van Hitler doordrijven. Vrijdag 27 januari. Joachim stelt Hitler voor zo snel mogelijk het Nationaal Front op te richten en diezelfde avond Pape in Dalem te ontmoeten. Meteen daarna een lang onderhoud met Göring, waarin de verdere tactiek wordt besproken. Zondag 29 januari. Hitler verklaart dat alles nu duidelijk is. Er moeten nieuwe verkiezingen komen en een machtigingswet. Omdat Hindenburg tegen verkiezing is, vraagt Hitler aan Joachim tegen Hindenburg te zeggen dat het de laatste verkiezingen zijn. Maandag 30 januari. Hitler werd benoemd tot kanselier. Ik had de indruk hier een man tegenover te zijn, die wist wat hij wilde en die een zeer sterke persoonlijkheid was. Ribbentrop heeft zijn meester gevonden en zal nooit meer van zijn zijde wijken. Daar heb ik gehoord met welke ungeheuren sterke kracht en overtuiging er, wenn man wil, ook brutaliteit en härte, er zijn mening äußern konnte, wenn er glaubte, dass sich Widerstände auf dem Wege zeigten. Er hatte noch eine Eigenschaft, er versuchte immer im Voraus festzustellen, welche Auffassung Hitler hatte, was Hitler wollte, und das trug ihm dann vor. Ribbentrops Karriere ist nu voorgoed gelanceerd. Es hat uns alle überrascht, dass er so eine Karriere gemacht hat. Denn wir dachten eigentlich, dass er gar nicht so furchtbar akademisch gescheit war. Aber er muss von einer Riesenschlauheit gewesen sein. De Nazi-Veteranen vertrouwen de parvenu niet.
behalve Himmler. Die neemt hem op in zijn SS met een speciale opdracht. Ribbentrop gehörte damals zu dem Stab von Rudolf Hess, der ja der Stellvertreter von Hitler war. Und es gab eine sogenannte Dienststelle Ribbentrop im Stab von Hess. Und da hatte sich Ribbentrop einige Leute hingeholt, die also auch etwas von Außenpolitik verstanden, von Geschichte. Und mit denen hat er dann alle möglichen Sonderaufgaben gemacht. Wat de diplomaten niet voor elkaar krijgen, daar slaagt Ribbentrop in. Er komt een akkoord met de Britten en ze omzeilen het verdrag van Versailles. Hitler mag zijn vloot uitbreiden tot een derde van de Britse vloot. Het is mogelijk geworden door die großzügige, weit vorausschauende Einstellung des deutschen Reichskanzlers. Het is de eerste praktische Schritt seit Jahren auf dem Wege zu einer Rüstungsbegrenzung und zu einer allgemeinen Befriedung in Europa. De volgende stap is de bezetting van het gedemilitariseerde Rijnland. A nation which once and for all has restored its sovereignty and which will never allow this sovereignty to be discussed again. But also a nation which wants nothing but freedom, equality and peace. De trouwe bode heeft succes en wordt benoemd tot ambassadeur in Londen. Hij moet voor Hitler een bondgenootschap met de Britten uit de brand slepen. Ribbentrop had come to London with the reputation of wanting to carry out Hitler's old policies of trying to come to some arrangement with the British. Ribbentrop, de Anglofiel, moet Londen warm maken voor een nieuwe verdeling van de wereld tussen het oude Britse Rijk en het nieuwe Duitsland. Als ik in 1936 zu ihm nach London kam, da musste alles Englisch sein, angefangen von den Kleidungsstücken bis zum Tee. Der Hund musste womöglich eine englische Rasse sein. Es war alles Englisch, selbstverständlich, auch die Flinten, Purdy und Holland, Holland. Nicht mehr. Es konnte nicht alles Englisch genug sein. De Duitse ambassade wordt een ontmoetingsplaats voor de Britse adel. Hitler wil die voor zijn politieke kar spannen. Maar dat blijkt een illusie. Er wurde dann erst England feindlich, wie er sich in England blamiert hatte und sich unmöglich benommen hatte. Ribbentrop ziet eruit als een diplomaat, maar hij heeft de spelregels niet echt onder de knie. Ribbentrop, of course, was not a professional diplomat. He'd been a businessman. He'd been engaged in the champagne business before. But he was very much anxious to show what a good Nazi he was and how close he was to Hitler. And the first thing that did not go down at all well here was when he gave the Nazi salute to the king. I think when he was presenting his letters of accreditation. Der König, glaube ich, sagte, naja, wir sind das gewohnt, dass die Leute aus den Kolonien, dass die uns auch immer mit ihrem einheimischen Grüßen begrüßen. Hitler tilt niet zwaar aan het incident. Als ambassadeur is Ribbentrop een dilettant, maar toch voert hij Hitlers buitenlands beleid verder uit. In januari 1937 treedt Italië toe tot het anti-Comintern-pact. Ribbentrop tekent voor Duitsland. De minister van Buitenlandse Zaken komt er niet aan te pas. Met het bondgenootschap tegen het bolsjevisme stevent het Derde Rijk af op een gewapend conflict. Ribbentrop wil oorlog, omdat zijn meester dat wil. Hitler las in de Duitse Nachrichten. En auf einmal sagt ihm Ribbentrop: Mein Führer, wir werden wohl bald das Schwert ziehen müssen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt wird Hitler ihn auffressen. Hitler sagte: Nein, Ribbentrop, jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Nog altijd gokt Hitler op samenwerking met de Arische Neven. Maar de Britten willen niet. Als het niet met ze gaat, dan maar tegen ze, zegt de afgewezen Anglofiel.
turned into a rejected suitor, you might put it that way, and became anti-British. And so his influence with Hitler, instead of being pro-British, was anti-British. Maart 1938, Oostenrijk wordt ingelijfd. Als Führer en Kanzler der Deutschen Nation des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Ribbentrop is weer wat hoger opgeraakt. Hij is nu echt minister van Buitenlandse Zaken. Een minister in het zwarte uniform van de SS. Na Oostenrijk volgt Italië. Mussolini moet worden ingepakt. Een charme-offensief. Così come mia impressione a me Ribbentrop non mi era antipatico, cioè è una questione fisica, hai capito? Mentre alcuni altri personaggi erano così, anche un po' difficili da interpretare. Ribbentrop mi pareva il classico diplomatico. Die Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken ziet het anders. Hij noteert in zijn dagboek: Ribbentrop heeft zich het idee van een oorlog in zijn hoofd gehaald. Hij zegt niet tegen wie, maar over 3-4 jaar wil hij oorlog. Precies daarom had Hitler Ribbentrop ingeschakeld. Man wist ook dat Hitler van het Auswärtige Amt überhaupt niets hield. Hij mocht het Auswärtige Amt niet leiden en hield dat voor een schwache gesellschaft, die er zo. Auf die man sich nicht verlassen konnte. Und er hoffte wahrscheinlich durch Ribbentrop als Parteimann jemand an der Spitze des Auswärtigen Amtes zu haben, der so da eine gewisse Umorientierung im Auswärtigen Amt herbeiführen könnte. München, September 1938. Ribbentrop ontvangt Neville Chamberlain, de Britse premier. Hij komt onderhandelen over het Sudetenland. In ruil voor vrede wil hij een stuk van Tsjechoslowakije offeren. Twee weken later is Chamberlain opnieuw in München om de overeenkomst te tekenen. De toegefelijkheid van de Britten komt Hitler eigenlijk niet goed uit. Hij stuurt aan op een conflict. Maar op 29 september wordt de zaak plechtig beklonken, mede onder druk van Mussolini en Göring. Hitler en Ribbentrop stellen hun oorlogsplannen uit. Als Ribbentrop zich beschwerte dat er deze Friedenserklärung van Chamberlain unterschrieben hatte, die ihm Chamberlain überraschend vorlegte, sagte er, ach, das hat ja gar nichts zu sagen, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Maart 1939. Het is feest in Berlijn, omdat Hitler het verdrag van München zo pas vierkant aan zijn laars heeft gelapt. Duitse troepen hebben heel Tsjechoslowakije bezet. Het Duitse volk bejubelt de agressor. Het is de laatste keer dat Hitler zo makkelijk wegkomt. Voor de Britten is de maat nu vol. If an attempt were made to change the situation by force in such a way as to threaten Polish independence, why then that would inevitably start a general conflagration in which this country would be involved. He knew we would have to stand up to Hitler. Now, the first way to do that was to try and bring the Russians, which he'd never wanted to do before, into an alliance with England and France to support the Poles, who were to be the next target for Hitler. Dat moet Ribbentrop verhinderen. Om de Polen gerust te stellen, reist hij naar Warschau. Hij legt een krans voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
In de lente van 1939 neemt de spanning om Polen toe. Hitler stuurt verwarrende signalen uit. Maar in feite is zijn beslissing al genomen. Het plan voor de inval ligt klaar en Ribbentrop is op de hoogte. Deze keer is het menens. Het wordt oorlog. Hitler is zeker van zijn stuk, maar hij houdt niet alle troeven in handen. De Sovjet-Unie is een onzekere factor. Daarom stuurt Hitler zijn gezant naar Moskou. Ribbentrop moet de Britten en Fransen voor zijn. De Rijksminister van Buitenlandse Zaken heeft er geen moeite mee dat die communisten de hand moet drukken. Hij is machtspoliticus, geen ideoloog. In Moskou gebeurt wat niemand voor mogelijk hield. Ribbentrop gaat op bezoek bij Stalin, Duitslands aartsvijand. We had no idea that Ribbentrop was going to Moscow. I mean, we knew that there had been contacts, but much, much less important ones. Or at least at a much lower level. De wedloop om de gunst van de grote chef in het Kremlin kan beginnen. Ribbentrop wil per se een pact met de Sovjet-Unie. Hij heeft goede troeven, want hij kan Stalin grondgebied geven. Dit is het hoogtepunt van Ribbentrops carrière. Voor Hitler zal zijn minister nooit meer zo belangrijk zijn als die dag bij de rode dictator in het Kremlin. Es waren an diesen Verhandlungen beteiligt Molotow als der Regierungschef und Stalin als Parteichef, der ja keine offizielle Regierungsposition hatte, kein Regierungsamt hatte. Und das war schon auffällig, dass Stalin selber daran teilnahm. Op de Berghof heerst een zenuwachtige sfeer. Hitler is bang dat Ribbentrop mislukt. De medewerkers bezorgen hem onmiddellijk elk bericht uit Moskou. Ik saß in de Botschaft en had een Spezialleitung naar Deutschland, naar Berlin. En wenn irgendwelche Grenzveränderungen, Grenzverschiebungen stattfanden, gab ik die door. Die wurden Hitler vorgelegd. Die had er immer gleich in een ganz kurzer Zeit genehmigt, Zeichen, dass er außerordentlichen Wert darauf legt, dass dieser Vertrag zustande kam. In augustus 1939 wordt het Duits-Russische niet-aanvalsverdrag ondertekend. Daar had dan Ribbentrop op wijzing van Hitler deze toegestendnissen gemaakt. Ja, die Baltische Staten interesseren ons niet. En ook Bessarabien is geen vraag die ons besonders beschäftigt of interessiert. En man kan zich also darüber verständigen. En dan is dieses Geheimprotokoll zustande gekommen. Der Stalin konnte ja außerordentlich liebenswürdig, im Gegensatz zu Hitler. Er war ein Unmensch, nicht wahr, ein Untier und ein großer Verbrecher. Aber er war außerordentlich liebenswürdig und freundlich. Und das hat wohl dem Ribbentrop auch einen großen Eindruck gemacht. Noch vor het eerste Schot fällt, ist Polen al verdeeld. Als nachher Sekt bereicht wurde nach Abschluss des Vertrages, hat der Fotograf Laux, der mit dabei war, hat Aufnahmen gemacht. Und da hat Stalin gesagt, ach, das wollen wir lieber nicht veröffentlichen, dann kriegen unsere Völker einen falschen Eindruck, wenn wir hier ein Glas Sekt in der Hand haben. Und dann wollte Laux seinen Film herausnehmen. Und da sagte Stalin, nein, wenn ein Deutscher mir sein Wort gibt, das reicht mir. Terug in Deutschland. Nu juichen de mensen Ribbentrop toe. De naam des Parteilosen von Ribbentrop is met de politische Erhebung des Deutschen, der deutschen Nation als Reichsaußenminister für alle Zeiten verbonden zijn. He goes down to history, the Ribbentrop-Molotov agreement. And in one sense, I suppose, it did appear to be a great diplomatic success. But of course it did not stop the war, it made the war inevitable. Ribbentrop leeft even in de wolken en Hitler gunt hem dat. Maar er is nog veel werk. Mussolini wil van geen oorlog weten.
io penso che lo spazio per una trattativa, e penso che ci fosse, anche Ribbentrop lo sapeva, non so fino a che punto era sincero, fino a che punto potevano essere sincere, quella sincerità di mio padre per questa trattativa, questo te lo dico sinceramente, è indiscusso. De Wehrmacht rukt op, de militaire machine draait op volle toeren. Aaron Best in Berlin, Sir Neville Henderson, was instructed to go and see Ribbentrop several times to impress upon him that if Hitler did attack Poland, then we would carry out our commitments under the Anglo-Polish agreement. Maar Hitler en Ribbentrop spelen vabank. Ze geloven niet dat de Britten Polen te hulp zullen snellen. Op 1 september 1939 valt Duitsland Polen binnen. Twee dagen later verklaren Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. Een misrekening voor Ribbentrop en Hitler. Twee weken later grijpt Stalin gretig zijn deel van de buit. Na vier weken is Polen overwonnen. Warschau staat in brand. Eind september 1939 stuurt Hitler Ribbentrop nog een laatste keer naar Moskou. De Sovjets ontvangen de minister van Buitenlandse Zaken met militaire eer. Op 28 september 1939 wordt het Duits-Russische grens- en vriendschapsverdrag over de verdeling van Polen ondertekend. Die grenzen worden nachher zum Teil etwas verschoben. En es gab dann nachher Schwierigkeiten, weil die grenzen met een dicken Stift gezogen waren. Dieser dicke Stift breitet sich über, glaube ich, mehrere Kilometer aus. Dat musste nachher noch mal genauer festgelegd werden. Twee handtekeningen bezegelen het einde van de Poolse staat. Ribbentrop zoekt nu wapenbroeders, maar Mussolini blijft aarzelen. Pas na de snelle Duitse zege in het westen willen de Italianen meevechten. Maar dat is nog niet voldoende. Hitler neemt hoogstpersoonlijk Franco onder handen. Maar de Caudillo is voorzichtig. Hij houdt Spanje buiten de strijd. Met Italië en Japan sluit Hitler een driemogendhedenpact. Het enige oorlogsbondgenootschap van belang dat Rijksminister Ribbentrop tot stand weet te brengen. In november 1940 is Molotov, Stalins minister van Buitenlandse Zaken, te gast in de Rijkskanselarij. Hitler heeft allang de inval in de Sovjet-Unie bevolen, want hij wil meer levensruimte in het oosten. Ribbentrop wil van Molotovs bezoek gebruik maken om het bondgenootschap met Moskou te redden. Он сидел, держался тоже хорошо, очень внимательно выслушивал того, то, что говорил Гитлер, то, что говорил Молотов, но в то же время никогда не вмешивался, ни разу не проявил инициативы, чтобы что-то подсказать или добавить, даже когда была пауза, пока его не спросил бы Гитлер. Plots worden de gesprekken afgebroken. Ribbentrop стал говорить о том, что Англия скоро будет разбита и побеждена. А тем не менее мы слышали, что продолжались бомбы разрываться вокруг нас. De onderhandelingspartners vluchten de schuilkelders in. Вот так Молотова спрашивают, если вы говорите, что Англия уже по сути разбита, так чьи самолеты сейчас бомбят вашу столицу? Почему мы сидим в этом бункере, если вы говорите? Молотовs bezoek wordt een fiasco.
Hij reist bezorgd terug naar Moskou. Toch blijft Stalin geloven in het bondgenootschap en blijft hij zijn bondgenoot in Berlijn vertrouwen. Op 22 juni 1941 gaat de operatie Barbarossa van start. Duitsland valt zonder oorlogsverklaring de Sovjet-Unie binnen. Een vernietigingsoorlog wordt voorgesteld als een kruistocht voor de bevrijding. Что германские войска перешли границу 2 часа тому назад. Это было ночью, в 2 часа ночи, примерно по берлинскому времени. Значит, по-московски это было уже, наверное, 5 утра. Значит, они в 3 ночи они перешли границу. Voor Ribbentrop is het zijn zwartste dag. Uitgerekend hij moet de oorlogsverklaring van Hitler aan de internationale pers meedelen. Stiekem geeft hij nog een laatste boodschap voor het Kremlin mee. Я за ним следом, и потом за ним, за мной следом пошел Риббентроп, почти что побежал. И стал мне на ухо говорить, пожалуйста, передайте в Москве, что я был против этой войны, что эта война принесет катастрофу для Германии, что я пытался уговорить Гитлера не начинать эту войну, что он не хотел меня слушать, но тем временем посол уже спускался. De minister heeft gefaald. Nu zwaaien de militairen de plak. Van een buitenlands beleid is nauwelijks nog sprake. Ribbentrop reist zijn Führer achterna in zijn eigen speciale trein. Maar aan de protzerige uiterlijke tekenen van de macht heeft hij niets meer. In de kring rond Hitler en de militairen zoekt de werkloze minister nu nieuwe taken. Immer in der Nähe von Hitler geblieben, in dessen Hauptquartier, mit einem eigenen Sonderzug Westfalen, um immer in der Nähe von Hitler zu sein und ständig mit ihm in Kontakt zu bleiben. Er hatte immer Angst, dass ihm Göring oder Himmler oder Goebbels oder sonst wer den Rang bei Hitler ablaufen könnte und dass er dadurch in seiner Machtstellung beeinträchtigt würde. Zijn eigen welvaart komt niet in het gedrang. In het Broekland bij de Oder koopt hij een landgoed. Dat moet het stamslot worden van de von Ribbentrops, een nieuw Duits adellijk geslacht. Een gezinsidylle tijdens de oorlog die hij zelf mee heeft beraamd. Terwijl het in de oorlog slecht gaat, boekt Ribbentrops champagnefirma winst. De Rijksminister van Buitenlandse Zaken kan ongestoord zijn hobby's beoefenen en laat zich de luxe wel gevallen. Terwijl de Duitse militaire pletwals vertraagt, stijgen zijn winsten. Ribbentrop laat een golfterrein aanleggen. In Oostenrijk resideert hij onder meer op het slot van Fuschl. Hier heeft hij op kosten van de eigenaar ook in slechte tijden nog een goed uitzicht. Herr von Ribbentrop machte meinem Mann ein Kaufangebot. Aber wir wollten unser Schloss nicht verkaufen und mein Mann lehnte höflich ab. Bald darauf wurde er verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht. Nach einigen Wochen wurde mir eine Urne mit seiner Asche zugesandt. Futilitäten. Voor Ribbentrop telt alleen de gunst van de Führer. Er machte eben alles mit, was der Hitler wollte. Ihm lag vor allem an guten Beziehungen zu Hitler. Das war eben die Hauptsache. Er will seinen Meister beweisen, dass er sich auch in der Oorlog noch nützlich macht. Er war ein überzeugter Nazi und wusste natürlich, was mit den Juden geschah. Ribbentrop schoppte tot SS-Obergruppenführer, General bei der SS.
Hij is niet alleen op de hoogte van de jodenvervolging, hij steekt zelfs nog een handje toe. Hij draagt zijn ambtenaren op de joden uit de bezette landen naar vernietigingskampen te deporteren. Ribbentrop helpt mee de Holocaust uit te voeren. Zoals gewoonlijk bekommert hij zich niet om de details. Etwas muss er schon gewusst haben. Er hat bestimmt sich nicht für Einzelheiten interessiert und das lag ihm auch wohl überhaupt nicht. Mit Einzelfragen wollte er sich auch nicht befassen. Für ihn gab es nur große Politik. Ribbentrop weet genoeg. Hij doet alsof zijn neus bloedt. Ribbentrop klampt zich vast aan de schijn van de macht. In het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Himmler het al lang voor het zeggen. Naast Hitler is Himmler de enige die de ijdele Ribbentrop nog in bescherming neemt. Terwijl het Derde Rijk op het instorten staat, is Ribbentrop op zijn landgoed. En daar had wel Ribbentrop zijn wijnkeller leer gemaakt en had het alles naar de front geschikt, naar de Oera. Morgens hat er gesagt zu der Wirtschaftsleiterin, jetzt ist der Russe über der Oder. Und dann haben sie sich ins Auto gesetzt und sind abgefahren nach Berlin. Dat was am 18 april. Ribbentrop duikt onder, maar wordt medio mei 1945 in Hamburg gearresteerd. Die Engelen vasten ihn. Er leugnete aber, dass er der Außenminister Ribbentrop wäre. De Britten gebruiken een list. Een kennis van Ribbentrop moet hen daarbij helpen. Die eine dame lief auf Ribbentrop zu und umarmte ihn und sagte, na endlich sehen wir uns mal wieder. Und da haben sie ihn sofort verhaftet. Tijdens de processen van Nuremberg in 1946 breekt voor Ribbentrop het laatste hoofdstuk aan. Hij is oorlogsmisdadiger nummer 3. Schluss war Ribbentrop ganz allein. Seine letzte Stütze war der Adolf. Hat ihm auch nichts mehr genützt. In zijn cel schrijft Ribbentrop: als Adolf Hitler nog in leven was, zou hij alle verantwoordelijkheid op zich nemen. De Führer zou die verantwoordelijkheid niet met zijn aanhangers delen. Dan stelt hij voor alle schuld op zich te nemen. Megalomanie tot het bittere einde. Van Ribbentrop was restricted to his room for two or three times a week because he didn't pass the daily inspection. His personal appearance, didn't make his bed properly, didn't shine his shoes. This I found ironic, that a Jewish sergeant in the American army would restrict someone with a general rank in the SS and the foreign minister of Germany, a perfect example of the supermensch, to his room for not being neat enough and clean enough. Ribbentrop toont geen berouw. Schuldgevoelens heeft hij ook al niet. Hij is niet voor reden vatbaar. Ik ken mij in zin van de aanklager voor niet schuldig. Mr. Van Ribbentrop issued a directive to instigate a staged uprising of Poles as a ruse. I'm quoting, so that all farms and dwellings of the Poles would go up in flames and all Jews be killed.
Was wir beabsichtigten, war, unsere elementarsten Daseinsbedingungen wahrzunehmen, genauso wie England seine Interessen wahrgenommen hat, um sich ein Fünftel der Welt untertan zu machen, wie die USA einen ganzen Kontinent und Russland die größte Binnenländermasse der Erde unter ihre Hegemonie brachten. Alsof roof, moord, genocide per definitie deel uitmaken van een normale politiek. He also intervened with Mussolini to deport the Italian Jews to concentration camps or labor camps. And this, in the judgment of the tribunal, was his participation in crimes against humanity. Ribbentrop wordt schuldig bevonden. Het vonnis van de rechters in Nuremberg luidt: dood door ophanging. I think it was evident that he was not surprised. My recollection is that he slumped a bit, but made no outcry, no comment at all. Op 16 oktober 1946 om 1:19 wordt Ribbentrop als eerste uit zijn cel geleid. Daarna volgt een gruwelijk schouwspel. De beulen hebben er geen rekening mee gehouden dat de veroordeelden vermagerd zijn. De rekenkunde van het schavot klopt niet meer. I noticed that his neck bone did not break. That's why he was alive. So I jump on the rope with him. I put my weight with him. And with my right hand on his left ear, I give it a jerk and you hear the bones go, pink, and he's dead.